Hallo YouTube. We hebben weer een probleem. Weet jullie nog dat al het gedoe in het nieuws over die, zeg maar, waarschijnlijk in totaal ongeveer 6 mensen? Die zijn overleden aan zwarte markt, THC, dabs, marihuana, zwarte markt, troep. Nou, de Amerikaanse media noemt dat consistent, noemt dat vaping, terwijl het er echt niks mee te maken heeft. Maar het resultaat is dus wel dat meneer Trump in Amerika alle smaakjes gaat verbieden voor e-sigaretten. En als ik mijn overheid een beetje ken, waait dat over. Dat is een probleem. En ik maak me serieus zorgen. Ik heb 25 jaar gerookt. En in die 25 jaar dat ik gerookt heb, was altijd constant tegen mij gezegd: je moet stoppen met roken, je moet stoppen met roken, je moet stoppen met roken. En ik was zo'n obstinate, rebels persoon. Ik had iets van: je pakt die sigarettenpas van mijn koude, dode vingers. Maar toen ontdekte ik de e-sigaret. Ik heb met een peuk in mijn bek, heb ik mijn eerste mod, dat was een lava tube, heb ik opengemaakt, het tankje gevuld. Ik ben wezen dampen en ik heb daarna geen sigaret meer aangehaakt. Mijn huisarts gelooft niet dat ik 25 jaar gerookt heb. Je zou toch zeggen, ja, het is anekdotaal, maar who cares? Weet je, mensen zijn het in mijn omgeving. Ik, zeg maar, de kleur in mijn gezicht is terug. Mijn tanden zijn spierwit. Ze waren eerst geel. Ik ruik niet meer naar tabak. Ik heb bronchitis. Ik heb er al, is in ieder geval sinds ik damp, nog nooit meer last van gehad. Ik damp nu al 4 jaar. En in Amerika, daar, ja, is er in ieder geval 13 miljoen mensen, als het niet meer is. Ik heb ook 22 miljoen gehoord ergens. Die hebben allemaal geen problemen. Zelfs niet met DIY. Omdat ze aan schone, veilige spullen kunnen komen. Als aroma's worden verboden, waar moeten mensen dan hun spullen vandaan halen? Zwarte markt. Dat komt van de zwarte markt af. En waar is de kwaliteitscontrole daar? Die is er niet. Maar als dat overwaait hier naar Nederland of Europa of Nederland, dan gaan we datzelfde gezeik gaan we hier ook krijgen. En dan krijg je een neerwaartse spiraal. Waar mensen dus onveilige spullen gebruiken voor aroma's. En dan gaan ze natuurlijk het dampen weer de schuld geven. Dat zie je wel, zie je wel. Ja, omdat we geen veilige spullen hebben. Hoe creëer je een zwarte markt? Zo creëer je een zwarte markt. Ik maak me serieus zorgen. Nou hebben we een tijdje terug bij Lucy Scarlett, hebben we ooit een keer een dampwijzer gedaan voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2016, geloof ik. En waarschijnlijk zijn de standpunten van de partij niet zo heel erg veranderd. Maar van de partijen die nu nog zitten,
De partijen met de meest positieve, zeg maar, de meest positieve insteek wat dampen betreft, waren nog wel de PVV. De FVD gaf er uiterlijk toe dat ze er niet genoeg van af wisten, maar daar kunnen we wat aan doen. En ja, de PVV en ja, en de Piratenpartij die was ook nog wel, ja, behalve dat ze zeg maar wel het smaakjesargument geloofden. Maar dat kunnen ze waarschijnlijk wel vanaf brengen, hoop ik. Dus we hebben links en rechts hebben we wat te kiezen. Maar ik zie het een beetje somber in, dames en heren. Serieus. Dus misschien is het wel tijd dat wij als dampers, vapers, wat meer van ons lieten horen. En dan misschien niet alleen via Agfoda. Of misschien juist wel via Agfoda, want dat is wel een instantie die, waar ze eerder van gehoord hebben. Maar behalve mevrouw Fleur Agema, want die kent ons verhaal ondertussen wel. Maar vooral, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Wat de fuck doen we hier tegen? Zeg maar, ik heb 25 jaar gerookt. Ik rook al 4 jaar niet meer. Ik heb fucking gedaan wat ze wilden. En wat krijg ik als dank? Nog meer betutteling. En niet alleen voor mij, maar ook voor de dampers in de Verenigde Staten. Trump in 2020. Ik denk dat hij zojuist 13 tot 22 miljoen stemmen kwijt heeft geraakt door dit gedoe. Dus ja. Ik weet het ook niet meer. Nou, dit is rent. Ja. Eens wat ik kan doen is mijn afsluiter. En waar ik nog steeds achter sta. En dat is: elke damper is er ook al minder.